Kwart eeuw hanteerde hij de baton van het seniorenorkest Kuik. Daarbij steeds zoekend naar de fragiele balans tussen muzikaal niveau en technisch kunnen. Zijn dirigentschap kenmerkte zich door een gedreven invulling van een grote toewijding en een uitzonderlijke plichtsbesef. Daardoor heeft hij zich in de bestaansgeschiedenis van het orkest een onuitwisbare plaats verworven. Op grond van deze feiten en verdiensten besloot de algemene ledenvergadering van het seniorenorkest Kuik Bert Gerrits van den Ende te benoemen tot erelid. Getekend Kuik 23 februari 2023. Seniorenorkest Kuik. Dank u wel. En omdat bij zo'n dirigent, trouwens bij al die kerels die ontzettend veel doen voor de gemeenschap en Bert voor dit orkest, Francine, kom er even bij, want als zij hem niet laat gaan en er niet achter had gestaan, had hij dat nooit al die tijd volgehouden. En daarom, Francine, jij krijgt niks om boven je bed te hangen, maar wel iets feestelijks om mee naar huis te nemen. Want zo krijgen we natuurlijk wel een heel mooi plaatje voor fotograaf en televisieopnames. Bert Gerrits van den Ende na een kwart eeuw met Francine. Dankjewel. Wij hadden als bestuur gemeend in de commissie die een aanbeveling zou moeten doen voor het, een nieuwe dirigent en het zoeken naar een nieuwe dirigent, hadden wij gevraagd om Bert daar in plaats te nemen. En in overleg met Bert was de volgende vraag naar Hans Kranen. Zijn er twee muzikanten en mensen met muzikale achtergrond en kennis in de regio waarvan dachten, nou ja, als het zou moeten lukken, dan moet dat die twee als adviseur zou toch wel fantastisch zijn. Dat adviseurschap is ook aan Hans aangeboden. En zeer tot onze verrassing, maar een nog veel grotere vreugde. En met uitleg van Hans waar de draai zat van bijna deze onmogelijke stap. Maar wij zijn er gruwelijk blij mee. Is Hans Kranen onze nieuwe dirigent. Hans. Hey. Welkom. En omdat we naar de foto moeten en we het hier kort zouden houden, omdat we die 26e nog krijgen, zou ik aan Bert willen bezoeken. Hij wordt niet door midden gebroken. Maar zou jij je baton willen vatten? Pakken vooruit aan. De baton. Het instrument voor een dirigent. Gaat hierbij over. Met medeweten van Bert, zelfs op zijn verzoek. Niet van Hans, maar wel ongelooflijke instemming had hij met deze keuze. Bert, dirigent van 1998
tot 2023. 25 jaar lang draagt de stokje over. Niet voor die periode, maar we hopen het wel. Aan Hans Kranen. Ga je gang, Bert. Met alle gekheid op een stokje. Ja. Ja, alle gekheid op een stokje. Want ik hoop ook van... niet omdat er zo'n kwaliteit bij komt, als ik. Maar ik hoop wel dat we nog beter gaan worden als dat we waren. Nou, Bert, bedankt voor het stokje, voor de baton. Ik ga mijn best doen. En ik vind het heel fijn dat jij mee blijft blazen. We hebben het er samen over gehad. De eerste bugel, een beetje de klarinetlijn versterken. Ik heb het orkest uitgelegd waarom ik er uiteindelijk veel zin in heb. En hoe die draai gemaakt is met mij in mijn hoofd. Ik heb er erg veel zin in als ik jullie zo zie zitten. Ik zie alleen maar glimlachen. Dus dat stemt mij ook goed. Ik heb het anders opgelost met de wederhelft. Daar heb ik zo geen last van. Want die doet gewoon mee. En dan hoeven daar straks ook geen bloemen te worden. Ja, dat is goed. Maar ik heb er erg veel zin in. En volgende week gaan we beginnen. Oké. Okay. Anka, je doet mee. Maar luister je dan ook naar hem als hij op de bok staat? Goed zo. Zo hoort dat. Bert, kan het kort? Het hoeft niet. Het mag wel. Zojuist toen ik daar nog stond en de laatste nummer gespeeld had, dan... komt er een beetje emotie op. En die is nu weer een eindje gezakt. Maar ik wil jullie in ieder geval voor die 25 jaar echt bedanken. Voor jullie respect. Voor zoals we het samen altijd samen dus gemusiceerd hebben. Onze optredens gedaan. Vaak heel veel optredens in een jaar. Is niet meer zo. Vind ik ook heel goed. Want veel mensen die zeiden dus van, als ze dus gevraagd werden van, nou, ik vind het wel een beetje te veel met jullie. Want 20, 24, 25, een jaar erbij van 30 geloof ik. Maar dat is voorbij. Ik hoop wel natuurlijk dat we nog ergens op kunnen treden, want anders dan zit je alleen maar erbij voor te repeteren. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, vooruit. En ik hoop dat we dus over 25 jaar, ik samen met Hans, ook weer van Hans afscheid kunnen nemen. En voor de volgende die dan, het is te proberen. Hè? Gezonde voeding, ja. Dus jullie allemaal hartstikke bedankt. En tot over een paar weken, tot mijn map in orde is. En tot ik weer terug ben van vakantie. En alles heb weer laten, over me heen laten komen. En weer helemaal fris en fruitig. Gewoon als nieuweling bij jullie kom. Tot ziens. Oké, heren. Beiden bedankt.